Welkom. We gaan vandaag kijken naar hoe planten reageren op een aanval. En een aanval is ook echt het woord wat hier in Campbell gebruikt wordt. Ja, in een tag 39.5, het laatste stukje van hoofdstuk 39, hoe plantenreactie, plantengedrag wordt ook wel gezegd. Planten reageren op een aanval en die aanval kan eigenlijk van, die kan twee oorzaken hebben. Dat kan een aanval van pathogenen zijn, bacteriën of schimmels, of dat kan een aanval zijn van herbivoren. En die herbivoren delen we dan ook weer in zogenaamde knagers of zuigers. Ja. Hier hebben we eerder bij stilgestaan in het begin van dit thema, knagers of zuigers. Ja, we gaan verder kijken naar die bacteriën en schimmels. Nou, die planten die reageren daarop en we kunnen dat afweer van die plant, want planten hebben zeker een zeer geavanceerd afweersysteem. Ja, dat kunnen we zien als bijvoorbeeld als metafoor, spiegelbeeld van een oorlogvoering. En die verdediging van planten die kunnen we ook weer spiegelen aan afweerlinies. Hier zie je een foto van de afweerlinies van de Russische afweerlinies in voorbereiding op de Oekraïnse terugverovering van het ingepikte land. Ja, je ziet de foto is van 2023, voorjaar. En je ziet daar drie afweerlinies. Nou, dat komt heel mooi uit. Ja, want we hebben drie afweerlinies die we bespreken van die planten. Hoe ze dus die attackers, die aanvallers van zich af proberen te houden. Nou, de eerste is misschien wel heel logisch. Je probeert gewoon als plant zijnde dat je een ondoordringbare buitenkant hebt. Dus het wordt heel moeilijk gemaakt voor die aanvallers om binnen te komen, om in het interne milieu te komen van die plant, om die levende cellen te kunnen aanvreten. Nou, hoe wordt dat gedaan? Bijvoorbeeld door kurk, schors aan de buitenkant en cuticula boven, aan de buitenkant van het blad. Nou, dat zorgt ervoor dat zaken afspoelen bij regen, dat die niet makkelijk op blijven liggen en dat, zoals schimmelsporen, en dat het dus moeilijk is voor knagers om het aan te vreten. Nou, openingen in die laag die zijn kwetsbaar. En bijvoorbeeld een opening in zo'n cuticula-laag, dat is een bladmondje. En je ziet ook vaak dat pathogenen via zo'n bladmondje de blad binnenkomen. Nou, dan is er een tweede linie. Want dan is die aanval door de eerste linie gebroken. Ja, en dan is er een tweede afweerlinie die dan in werking wordt gesteld. Nou, die afweerlinie heet PAMP. PAMP, Pathogen Associated Molecular Pattern. Nou, hoe ziet dat eruit? Aan de buitenkant van een aantal cellen in die plant, levende cellen, daar zitten receptoren. Die receptoren die noemen we TLR's. Er zijn ook weer verschillende typen van, maar dat hoeven wij niet te weten. TLR's. TLR's zijn toll-like receptors. Een toll is een poortje, dus het zijn receptoren die, niet zoals ik ze getekend heb, maar die zien eruit als een boogje, als een poortje. Nou, die toll-like receptors zitten in de celmembraan natuurlijk. En die zijn zeer specifiek. Hebben die een ligand waar ze op kunnen geactiveerd door kunnen worden. En een voorbeeld van zo'n ligand is bijvoorbeeld flageline. Flageline is een eiwit wat onderdeel is van de flagel. Ja? En de flagel is een zweepstaart die heel veel bacteriën bijvoorbeeld bezitten. Nou, op het moment dat zo'n bacterie hier dus in aanraking mee komt, dan slaat die TLR aan, want die bindt met het ligand, flageline in dit geval. Dat TLR, dat zet het DNA, het juiste gen op het DNA, zet daar in werking. Ja, activeert dat via ook weer tussenstappen, wat we van eerder filmpjes kennen. En er worden eiwitten geproduceerd en die eiwitten die noemen we fitoalexine. En fitoalexine, dat zijn bactericides en fungicides. Dus er zijn stoffen die worden geproduceerd in de cel om dus die bacterie of die sporen te doden. Nou, dat is super handig, want op het moment dat dus gebeurt, als er dus een pathogeen buiten die cel is, dan is die cel zich dus al aan het klaarmaken voor een eventueel aanraking met die bacterie of met die sporen of dat schimmel. Ja? Pathogen-associated molecular patterns. Nou,
Die bacteriën en die schimmels die hebben in de evolutie ook niet stilgestaan. Die hebben er allerlei andere zaken op ontwikkeld. Dus die kunnen daar ook weer doorheen komen. Die kunnen dit systeem ook weer afleiden. Nou, als ze daar weer doorheen komen, hoeven wij niet te weten hoe, dan is er nog een derde afweerlinie waarmee die plant aan het werk kan. Nou, de eerste die ik wil bespreken is het hypersensitive response, ook wel het overgevoeligheidsreactie van die plant. En dat heb ik geprobeerd hier te tekenen. En dat, dat werkt ontzettend goed. En je ziet het ook vaak op bladeren. Je ziet daar mooie plekjes, vlekjes op het blad, waarin het blad dood is. Het weefsel is dood. Nou, hoe komt dat? Nou, bij een activatie van het hypersensitive response zorgt die plant ervoor dat het weefsel om de plek van de infectie, dat moet dan dat blauwe stipje zijn, dat is de plek van de infectie, en daaromheen zorgt die gewoon dat al die cellen doodgaan. Ja, een cel sterft. Dat doet de plant, dat doet niet de pathogeen, maar die zorgt dus dat dat pathogeen niet verder kan groeien, omdat alles wat daaromheen zit dood is. Nou, dan zie je van die vlekjes in het blad en dan weet je, hé, dat is een hypersensitive response, een overgevoeligheidsreactie van die plant. Nou, wat die plant nog meer doet is om te zorgen dat er, dat ook weer als een soort van backup, er is ook nog een systemic acquired resistance. Wat doet die plant nog meer? Die slaat alarm. Ja, die slaat alarm naar de rest van die plant en die verspreidt methylsalicylzuur. Methylsalicylzuur ziet er zo uit. Ja, methyl is deze blauwe groep, salicylzuur is dat anders. Is die andere groep. Je ziet methylsalicylzuur, ja, is ook heel gerelateerd aan onze aspirine. En methylsalicylzuur wordt verspreid in die plant en dat zorgt ervoor dat heel veel andere afweerreacties, ja, waarvan er een aantal genoemd worden in Campbell, ook weer worden geactiveerd. Er worden weer stoffen gemaakt, ook weer die fitoalexine, ja, die worden vast klaargemaakt in cellen, zodat mocht die infectie toch groter worden, dan zijn die stoffen daar al in aanwezig. Nou, waarom al deze moeite? Waarom doet die plant dit nou allemaal niet sowieso? Waarom wacht die op de aanraking met dat flageline? Waarom wacht die tot die pathogeen door die twee afweerlinies is gebroken, voordat die systemic acquired resistance is opgetreden? Dat is natuurlijk een hele goede vraag. Want dan zou die altijd startbereid zijn. Dan kan die ieder gevecht aan. Dan kan die ieder gevecht ook winnen, lijkt het wel. Dat is echter niet het geval. Die planten die wachten echt op tot die pathogeen daadwerkelijk binnen is. En daar zitten allerlei redenen aan. En een van de belangrijkste redenen, ja, daar moet je misschien maar even zelf over nadenken. Ik heb hieronder in de show notes heb ik een aantal zaken opgeschreven waarom deze plant hiermee wacht. Maar wellicht is het een goed idee als je er zelf ook even over nadenkt. Oké, ik hoop dat je hier iets aan hebt. Ja, heb je vragen? Hier beneden. Of mail me gewoon. Heel veel succes met je toets. Succes.